In deze serie beantwoord ik jullie vragen uit de praktijk en vandaag een vraag van Ferry. En Ferry werkt nog niet zo lang in het onderwijs, maar die zegt: ik heb moeite met orde houden. En zijn vraag is: hoe moet ik orde houden? Nou, misschien eerst eventjes dat orde houden. Moet je wel orde houden? Dat is een term die gangbaar is, meer in het voortzet onderwijs dan in het basisonderwijs. Maar het suggereert ook een bepaald systeem. En als je niet oplet, bijna een regime. Het valt bijna altijd terug op hele behavioristische principes, op gedragsmodificaties. Dus eigenlijk op straffen en belonen. Van als je dit doet, dan is het goed. Als je dat doet, is het niet goed. Je spreekt gedragsverwachtingen uit. Als je je daar aan houdt, dan komt het wel goed. Nou, je zou kunnen zeggen, straffen en belonen, dat werkt vooral voor kinderen die het niet nodig hebben. Hè, kinderen die een beetje bang zijn, die je gaat dreigen met straffen, ja, die gaan het niet doen. Maar een beetje bang maken was dus al voldoende. Maar de steeds groter wordende groep kinderen die daar doorheen breken, omdat ze dingen meemaken, weet ik wat er allemaal gebeurt bij die kinderen en jij ook niet. Die breken daar doorheen en die zijn helemaal niet onder de indruk van smileys of kruisjesystemen of eigenlijk niet in de kern van straffen en belonen, waar je toch probeert om dat gedrag te modificeren. Ik edit elke week met heel veel plezier de video's van Marcel. Maar vind jij ze nou ook leuk? Geef dan even een like. In een bepaalde stroming in Nederland wordt verteld dat je de persoon en de professional moet scheiden. He, dus dat je als professional voor de klas moet staan, daar doe je wat er nodig is. En dan in het ergste geval ook nog, je pakt degene aan, de leider in de klas, zodat jij de baas bent. Ja, ik denk dat dat niet de beste manier is. Ik denk dat het sowieso niet kan. Als je de klas inloopt, kun je de persoon en de professional helemaal niet scheiden. Jij staat daar. Kinderen nemen jou ook niet waar als professional of als didacticus of als vakleraar. Ze zien jou binnenkomen en ze weten precies wie jij bent, hoe je reageert, wanneer je een vlekje in je nek krijgt, waar jij om moet lachen. Zo testen ze je ook, omdat ze willen weten of het veilig is, prettig is of daar een klimaat is waar je kunt leren. Dus omdat de persoon en de professional niet te scheiden zijn, omdat straffen en belonen niet werkt bij sommige kinderen die daar doorheen breken, denk ik dat orde eigenlijk niet het belangrijkste fenomeen is waar je op zou moeten richten. Het is de relatie waar je je op richt. Met andere woorden, hoe kun je zorgen dat je in goede relaties komt met kinderen, waardoor jij ze ook kunt sturen op hun autonomie? En dan weet je, dan is het veel complexer dan even een trucje of een advies. Daar heb je ook collega's voor nodig. Nou, sterker nog, daar moet je eigenlijk kwetsbaar voor zijn, open voor zijn, eerlijk voor zijn in wat je kunt en wat je niet kunt. En dat is het eerste jaar anders dan met een routine van 10 of 15 jaar op zak. Maar dat betekent ook dat je in een team moet werken waar die openheid, die kwetsbaarheid niet beschaamd mag worden. Daar mogen collega's geen adviezen geven van, hé, doen ze dat bij jou? Bij mij doen ze dat niet, want dat zijn geen adviezen. En dat betekent eigenlijk dat je je niet als netwerk sluit om echt als collega's te werken. Dus wil je ervoor zorgen dat je in de klas voortgang maakt met een prettige sfeer, een klimaat waarbij het goed is en waarbij echt geleerd kan worden, dan begint dat met je collega's, waarbij je open kunt zijn naar collega's, eerlijk over wat moeilijk of lastig is, dat leraren, docenten elkaar aan de grenzen van hun mogelijkheden ook echt helpen. Dus dat je de relaties inzet om ook je collega's te helpen. En in die sfeer kun je dus ook opener worden naar leerlingen. En kunnen andere leraren ook zorgen dat ze niet accepteren dat het bij jou nog niet goed gaat als je net begonnen bent. Dat kan niet door iemand in het diepe te gooien. Dat kan niet door iedereen te laten overleven in die klas en te hopen dat het goed komt. Dat kan alleen maar als je een team bent die samen optrekt, open is, eerlijk is over wat ze meemaken en van leraar naar leraar en van leraar naar leerling elkaar helpt aan de grenzen van elkaars mogelijkheden. Geen orde, maar relaties. Hopelijk kun je er zo een stap mee zetten. Heb je andere vragen, mail me dan gerust. En wat mij betreft, tot de volgende.